Ik vind niet zulke nuttige bieren. Bieren? Niet zulke nuttige bieren. Dieren. Radio Gaming. Dag lieve heidertjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft PlayStation 3 Edition. Ik hoop dat jullie de vorige aflevering leuk vond. Ik heb letterlijk geen idee, want ik neem direct hierna op. Het is nog steeds fucking donker, nog steeds de studiolamp niet. Bla 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 bla. Maar, we gaan wel weer minen. En dat is iets goeds, dat is wat we willen zien. Dit is entertainment to the max. Dit is minertainment to the max. Vraag even het leuke verhaal is voor jullie. Want vandaag namelijk, vorige aflevering eigenlijk ook al, heb ik gewerkt. Dat had ik al verteld dat ik gewerkt had. Want dat deed ik namelijk ook. Ik werk. Ik heb ook een werkleven, hè. Dat is ook dingen die heel veel YouTubers doen. Werken en zo, voor geld. Wat ik dus gedaan heb, ik werk dan nu bij een... omdat ik eventjes geen vakantiewerk kon vinden. Geen goed vakantiewerk in ieder geval. Heb ik dus me ingeschreven bij een uitleveringsbureau. Wauw, dat klinkt echt alsof ik vrouwenhandel doe of zo. Heb ik bij een uitzendbureau. En daardoor ben ik dus zeg maar... bij een boekeninleverbedrijf gekomen. Er zijn er zoveel, dus ik ga niet zeggen wie. Ik ga het even niet specificeren, weet je, wat allemaal verhalen. Misschien zeg ik wel eens verkeerd, weet je, dan wordt ze boos op me. Maar in ieder geval, dat hebben we dus gedaan. En ik zat dus wat aan de mensen, was wel gezellig, weet je wel. Maar vandaag zat ik echt op een rotschool. Vandaag, op een school van, ik dacht zo van, wauw. Deze mensen moeten echt een klap in hun gezicht krijgen. Deze mensen verdienen dat gewoon. En, nee, ik heb wel van die mensen, weet je wel. Echt van die mensen die denken van, ah, dit. Maar in ieder geval één iemand, één jongetje, dacht dus van, hé, ik ben mijn boeken kwijt. En hij zat de hele tijd tegen mij te zeggen, weet je wel, ik ga niet betalen. En, als je dan al je boeken niet hebt ingeleverd, dan een scanformulier, weet je wel. En wij krijgen dan via het bedrijf, waar we dan voor werken, krijg je dan, oh, even kijken, waar zit mijn kei? Mijn kei, dat is een leuk woord, hè. Ik ben een kei, hier heb je een kei. Maar in ieder geval, we hebben dus van die mooie scanners. Toortjes maken trouwens ondertussen. Was bouwen. Oké. Maar in ieder geval. Ik heb geen hout. Oké. Hop. En toortjes. Oké. Heel veel toortjes. In ieder geval. Die was helemaal boos aan het worden van. Ja, ik ga een programma boeken die ik kwijt ben gemaakt. Ga ik niet betalen. Ik zeg oké. Is prima. Maar... Wat er dan gebeurt, weet je wel. Is als je zo. Dat was dan 100. Dat was echt boven de 100 euro. Had hij dan zeg maar. Had hij dan zo gaat. Zeg iets van 3 boeken niet of zo. Dus had echt. Boven 100 euro had hij een boete. En ik zei: Oké. Ja, je hoeft niet te betalen. Maakt mij niet uit. Maar als je niet wilt betalen, moet je het niet doen. En ik zou zeggen: maar wat heb jij thuis? Heb jij een PlayStation? Heb je een Xbox? Zegt hij: ja, ik heb Xbox, zegt hij. Wat ik zeg zo van: oké. Maar als jij niet betaalt, hè. Dan ben jij over 3 maandjes ben jij je Xbox kwijt. Want dan staat er iemand voor je deur en die neemt je Xbox mee. En dat is ongeveer net zoveel waard als jouw boeken. Misschien nog wel minder, neemt hij nog wel iets anders mee van je ook. Maar toen wilde hij ineens wel betalen. Dat is wel mooi van dat soort mensen, weet je wel. Die wil dan altijd... Ja, die worden helemaal boos, weet je wel. En dan geven ze even een goede reden om iets wel te doen en dan doen ze het ineens wel. En dan zijn ze ineens helemaal vrolijk en dan denk je, oh wacht, shit. Misschien is dat maar beter. En zo is de mensheid tegenwoordig. Zoals jij daar, als jij zo bent, doe er wat aan. Ik ben kool aan het hakken, trouwens. Het is echt heel spannend. Het is echt... Maar, ik moet wel zeggen, kool is echt wel de belangrijkste resource in de game. Je kan zeggen dat diamonds dat is. Je kan zeggen dat iron dat is. Maar even eerlijk, we hebben altijd een kool tekort. Of je nou een diamond tekort hebt of niet. Als je een diamond tekort hebt, heb je sowieso een kool tekort. Alleen op één server niet. Ik speel dan ook heel vaak op Tom's server, Tom Kiltor. Als jullie niet weten wie ik refereer of jullie een andere Tom kennen. Is het een cave? Ik heb een cave gevonden. Ik heb een cave gevonden, jongens! Wees niet bang, ik zie lava. Wees niet bang! Oh, ja, daar gaan we dus niet heen. Ik wil eerst een bed hebben. Ik wil eerst een bed hebben voordat we een cave ingaan. In ieder geval, we hebben wel iron. Ik wil ook armor maken, trouwens, voordat we beginnen. Oh, kut. Trapje. Hop. In ieder geval... ik wil dus eerst armor maken voordat we daar naar binnen gaan. Want ik heb echt geen zin om met skeletons te vechten zonder armor. Aangezien ik al niet zo heel veel food heb. Ja, ik ga trouwens ook... Dat is volgens mij echt kutst in deze game. Dat is één... Ik ga er gewoon even... Ik ga gewoon weer terug op mijn terugval. Dat is echt kutst in de game. Dat is farmen. Moet je eens nagaan hè, hoe je moet farmen hier. Ik heb wel 39 kool. Fucking nice. Even een way dat maken. Een vuurnaas.
Kan dat hier? Ja, nice. Hoppa. Oven. Oven. Hop, hop, hop. Hop. Waar is de iron? De schint. IJzererts. Oh, dat is ook echt niet veel, hè. Oh, kippetje. Ik ga even shears maken. Want ik zie 2 schapen. Als ik daarvan een bed uit kan maken, dan kunnen we in ieder geval slapen. Als we dan doodgaan, boeit het me geen zak. Want we spannen toch wel weer. Hoppa, hoppa. Ik wil ook even een deurtje maken, denk ik. Hoppa, hop, hop. En hoe maak je een deur? Hoe maak je een deur? Oh, is het een energy zo? Oké, nice. Hoe maak je een deur? Oh, daar. Er zat gewoon een heel groot deur. Hoppa. Heb ik wel een pickaxe? Heb ik nog een pickaxe? Hoppa. Oké, ik begin er wel een beetje gewend te raken aan de controls. Moet eerlijk zijn. Hoppa, hier komt de deur. Ik vind een mooie deur. Ik vind de deur wel mooi. Ik vind texture pack ook wel nice, hoppa. Oké, we gaan even kijken hoe je een shears maakt. Waarschijnlijk hier. Hop, 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 hop. Juist, die hebben we nodig. Oh, ijzerhandel. Nice, we hebben een trofee gehaald, jongens. Oh, zombie flash. We rennen weer. Oh, ik zie dat zwarte schaap niet meer. Waar is het zwarte schaap heen? Want ik zie nog wel het witte schaap. Oh, heb ik er meteen 3 gekregen? Ik heb meteen 3 gekregen, ook prima. Boeit me geen zak, dan heb ik de zwarte schaap meteen niet meer nodig. Ons mooie stenen huisje. Echt mooi, heb ik nog nooit gezien. Ik ga deze beest even vangen, denk ik. Even heel veel stikjes maken. Deze heb ik er heel veel van. Even kijken hoor. Op, 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 op. Even heel veel fences maken. Op, op, op. Zal dat genoeg zijn? Zal wel genoeg zijn, toch? Even een ding vangen hoor. Even koe vangen. Ik wil er gewoon 2 hebben. Oké, koe. Ben je klaar voor koe? Ben je klaar voor koe? Kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Hoe gaan we dat doen? Oh, kut. Nee, koe. Koe. Nee. Ga terug. Toch je hok in. Koe. Flik. Koe. Ga je. Koe. Serieus. Even chill. G. Wacht. Oh. Even hier staan. Even een super klein hokje maken, zodat we meer beesten kunnen vangen zo. Hoppa. Nice. Axe erbij pakken. Oh, mijn axe ook kapot. Nice. Dan gaan we het wel met de hand doen. Dit gaat eeuwigheid duren trouwens. Maar dan maak ik geen zak uit. Maak ik geen zak uit. Hoppa. Zo. Nu een koe gevangen. Ik weet niet wat we ermee gaan doen nog. Maar ik wil ook die kip vangen. Oh, we hebben een ei. Yay, een ei. Dan kunnen we pumpkin pie maken. Hier is het. Oh, het gat is ook al mooi dicht geworden hier ook. Ik wil nog een koe. En ik ga ook even dit hakken trouwens. Hop, 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 hop. Even seeds vinden. Ik hoop wel een beetje seeds kunnen krijgen hier, oh. Want zonder seeds zijn we een beetje fuck. Heb ik even seeds? Cocoa beans. Daar kunnen we niks mee, hè. We kunnen hier helemaal niks mee. We kunnen hier letterlijk niks mee. We hebben gewoon nog geen seeds ook. Oh, hier hebben we 1 seed. Nou, zeg. Woeptiedoe. Oh, wel wat seeds en paar seeds. Ik wil gewoon brood kunnen maken. Dat is in ieder geval prioriteit nummer 1, brood kunnen maken. En wat ik met die brood kan doen, is nog meer koeien lokken in een hok. Met de wiet dan, niet met de brood. Je kan koeien houden niet zo van brood. Maar met de wiet kan je zeg maar brood maken. Of nou ja, kan je brood maken en kan je koeien lokken. En dan zit hier een varken en een kip. Maar we hebben maar 1 varken. En varkens vind ik echt... Ik vind niet zulke nuttige bieren. Bieren? Niet zulke nuttige bieren. Dieren. Ik wou dieren zeggen. Ik vind niet zulke nuttige dieren. Waarom vind ik het geen nuttige dieren? Koeien zijn beter. Waarom zijn koeien beter? Ze geven beter vlees. De kinderen zijn cooler. De kleine babykoetjes, ik bedoel, kom op, die zijn fucking schattig. De kinderen zijn cooler. Ze geven dus meer vlees, zoals ik al zei. Ze geven vlees wat meer, zeg maar... hield. Ze geven leather, waarmee je item frames kan maken, waarmee je leather armor kan maken, weet ik veel wat je er allemaal mee kan. Doe mee wat je leuk vindt. Je kan er boeken mee maken, je moet koeien hebben, je moet koeien gewoon hebben. Koeien heb je nodig, varkens niet. Kip heb je wel nodig, je kan eieren krijgen, anders kan je niet alles craften. Het enige
waar je wel, waar je gewoon alles behalve zeg maar hetgeen zelf mee kan craften, is een varken. Vark kan je alleen maar varkensvlees mee maken. En varkensvlees wordt niet gebruikt in crafting recipes. Zal ik daar nou een koe dan voorbij lopen? Dan heb ik twee koeien. Koe, kom mee. Koe. Kom mee. Ik ga je duwen, ik heb geen wiet. Kom op. Koe, welkom in je nieuwe huis. Ik werk even mee. Gast. Koe, wat zeg ik? Koe. Gast, dude. Bemoei je... Nee, dat was echt heel grappig. Ik ga echt geen flauwe koeiengrappen maken. Bemoei je er niet mee. Oké. Yes! We hebben twee koeien. En waarom zeg ik yes? Omdat ik er heel blij mee ben. Ik ben er letterlijk heel blij mee. En verderop staat nog een koe. Zal ik hem killen of zal ik hem ook meenemen? Ik ga hem meenemen. Ik wil gewoon drie koeien. Als ik een vierde kan vinden, ben ik helemaal lucky. Ik ga straks gewoon, als ik terug ben, of als ik dan klaar ben met mijnen, ga ik gewoon een hele grote koeienfarm maken. Waar ik gewoon echt al mijn eten voor, gewoon voor de rest van de serie gewoon uit kan halen. Gewoon zo van hier, massa farm. Want weet je, deze game lagt waarschijnlijk toch niet. Het zal wel, ik denk dat deze game is sowieso op een eigen engine gemaakt. Gast, spring. Serieus. Koe. Echt, even, kom op. Koe. Meen je deze koe? Kom op, spring even omhoog. Ja, juist. Goed zo, koe. Niet exact de plek. Als je nou afspringt, hè. Maar je gaat nog een verdieping hoger. Nee, dat hoeft niet. Kom maar mee. Oh, ik schrok. Ik dacht dat ik een andere player zag, joh. Ik schrok met de pleurs, maar het was gewoon een wolf. Nee. Koe! Serieus? Even, man. Wil je dood of zo? Ik kan je ook gewoon doodmaken. Dit is echt gewoon struggles met een koe. Struggles met een koe. Oh ja, laat maar. Ik ga hem wel killen. Meteen even koken, meteen wat eten. Op, sterf maar dan. Kijk, als je niet mee wil, je kan kiezen. Je kan of meewerken, of je kan gewoon dood. En jij hebt gewoon gekozen om dood te gaan. Heb ik nou meer? Leather en drie vlees. Nice! Ik hou van vlees. Kijk, dan heb ik ook meteen... Oh, kut, het wordt weer donker, jongens. Oh, dat ga ik nog niet eten. Zonde. Dan zal ik eens even mijn chest proppen. Ja, ik wil dit eigenlijk bewaren. Ik ga even dit even hierin proppen. 7 iron. We hebben er 10 nu. Kunnen we wel wat mee? Aardappels. Oh, aardappels hebben we ook nog. Nou, kunnen we wel gebruiken. Ik ga even een hoe maken. Een hoe. Ik ga gewoon steenhoe maken. Wie heeft er nou andere hoe nodig? Ik vind wel dat de tools echt reten snel kapot gaan hier. Over no kidding. Oh, gereedschapskist. Oké. Okay. Oké, nou, gaan we dit even doen op... Oh, kut. Ik ben vergeten dat het hier vriest. Oh. Ik hoop niet dat het weer gaat terugvriezen, want dan heb ik straks geen watersource, zeg maar. Aardappels. 2 heb ik. Die heb ik even laten groeien. Aardappels zien er echt fucking raar uit. Die aardappels hebben we en we hebben seeds. Best wel wat seeds nog... voor elkaar kunnen krijgen eigenlijk. Ik ben best wel impressed eigenlijk over wat we nu al accomplished hebben. Het wordt weer een beetje donker. Ik ga even wat torches erbij zetten. Want ik weet dat als er te weinig licht is, dat ze dan gaan lopen janken. Van hé, we hebben te weinig licht. Als er nu een creeper komt, hè, ga ik echt huilen. Oh, en we zijn aan het 7. Dus dat betekent dat we weer wat geprogressed hebben, jongens. We zijn weer verder. In ieder geval een achievement erbij. Daar ben ik blij mee. Ik hou van mijn achievements. Hoppa, hoppa. Nice. Oké. Automatisch opslaan over 4, 3, 2, 1. Ik denk dat we een half uur aan het spelen zijn. Helemaal prima. Oh. Oké. Dit is nieuw. Zit ik klaar? Oké. Nou, het zal wel. In ieder geval een klein farmpje. Daar kunnen we wel wat mee. We hebben hier ook nog... We hebben ook nog gewoon animals. Weet je hoe snel we aan het progressen zijn, joh? Gewoon voor de eerste keer vind ik dit gewoon helemaal prima. Een eggie. Ze zeggen wel altijd op C1000 werk. Ik ga even deze kaart. Kan je al, hoe heet dat, maken? Item frames. Kan dat? Waar zullen item frames eigenlijk onder staan? Lijk even serieus. Waar staan item frames onder? Ja, ster sowieso niet. Slaps ook niet. Oh, ook denk ik dat ik het al weet. Item frames. Dan hebben we die al. We kunnen al item frames maken. Dat ga ik even doen.
ik heb iets. Dat jullie waarschijnlijk ook al gezien hebben. Waarvan we denken van, oh nice. Dit gaan wij gebruiken. Hoppa. Item frame. En jullie zien het al in mijn hand zitten, eigenlijk. Hoppa. Oh. Ik ga even rondlopen, denk ik. Gaan we een andere keer gaan verkennen? Of zit ook echt in de hoek? Oh, natuurlijk, ik zit natuurlijk op de rand van die chunk. Ja, ik ga hier nog wel een keertje mee lopen. Ik ga... Oh, er zit ook meteen coördinaten op. Oh, dit is mijn F3. Oké. Nou, oké. Nou, in ieder geval een klein stukje map. De map is wel echt gewoon... In Minecraft, de normale versie is die echt gewoon super klein. En hier kan je echt volgens mij echt het aantal chunks gewoon erop zetten. Oké, bot. Handig om te houden. Shears bewaar ik wel, hebben we nu niet nodig. Witte wol. Ja, heel handig. Goed dat je me daar aan herinnert. Een bed maken. Dat is wel even heel belangrijk. Dat we even kunnen gaan slapen. Oh. Hoppa, even slapen hoor. Hoppa. Dan ga ik hier ook even de aflevering afsluiten. We hebben in ieder geval een bed gehangen. We hebben echt superveel progression gemaakt. We hebben in ieder geval... Er zit een zombie in de fik volgens mij. Oh nice. Super vet. Doen we het om. Als ik wat meer botten heb, gaan we misschien nog wel een hondje vangen. Ik wil vrolijk van als we dat doen. Hey, misschien dat we nog wel even een varken vangen. Who knows. Die zombie is dood. Ik heb wat XP ervan gekregen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet te abonneren, te liken, te favoriten, te commenten. Hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Ik denk dat we nog een aflevering zullen doen. Ik begin het gewoon leuk te vinden. Ik begin het legit leuk te vinden. Leuker dan een survival serie op de PC. Dat is in ieder geval één ding. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet te abonneren, te liken, te favoriten, te commenten. En hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Tot dan, zeg ik, later!